naar? Nou, ik begrijp heel goed de zorgen van de Kamer over dat onderwijs. Want we hebben natuurlijk juist ook eerder gezegd, we willen eigenlijk bijna kosten wat het kost dat onderwijs openhouden. We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen geen onderwijsachterstanden oplopen. Wat we in het voorjaar wel hebben zien gebeuren, dat online onderwijs is toch niet voor ieder kind even goed als het fysieke onderwijs. Dus we hebben dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet willen doen. Maar er komt nu zoveel kritiek op. En jullie zijn natuurlijk een coalitiepartij. Hebben jullie niet aan de voorkant kunnen zeggen, zeker als onderwijspartij natuurlijk, hier willen we echt niet in mee? Nee, maar daarom ook dat we tot nu toe dat besluit niet hebben genomen. We hebben altijd gezegd, als het enigszins kan, houden we het open. Hugo de Jonge, nu kan het niet meer. Hugo de Jonge, de andere vicepremier van het CDA, zei gisteren, ja, het was omdat die ouders dan thuis blijven, want die moeten op die kinderen zorgen. Dat was het echte doel. Nee, het doel is, het is een van de maatregelen in het hele pakket van maatregelen. Ook, we sluiten ook alle winkels, hè? De scholen, de winkels, de groepsgrootte. Het is een pakket wat ertoe moet leiden dat er veel en veel minder contacten zijn tussen mensen. Het is een heel besmettelijke ziekte. Er zijn te veel besmettelijke mensen. Ja. En daar moet een einde aan komen. Maar was het een beetje een soort slip of the tongue van Hugo de Jonge dat hij eigenlijk liet zien van eigenlijk waar Jette mee komt, wat wel een goede vergelijking is. De kinderen die zijn een soort enkelband voor de ouders. Want die ouders die blijven maar niet thuis. En als ze op die kinderen moeten passen, dan weten we zeker dat ze thuis blijven. Met andere woorden, die grote mensen, die luisteren niet meer. Daar moeten we iets anders voor verzinnen. Ja. Nee, want kijk, echt niet? Speelt dat niet een beetje mee? Nee, maar volgens mij heeft het RIVM inderdaad ooit gezegd, we zien een groter effect dan je zou verwachten van de scholen, vanwege het feit dat ouders dan ook thuis moeten blijven. Ik denk dat dat is wat hij bedoeld heeft te zeggen. Maar op dit moment, in dit pakket, gaat het natuurlijk over het grote geheel. Er zijn heel veel kinderen die naar school gaan, die door hun ouders worden gebracht. Ja. Er zijn heel veel contactmomenten door het naar school gaan. En dat moeten we gewoon even, en hopelijk zo kort mogelijk, en hopelijk is die maand genoeg, moeten we even stoppen. Je hoort mensen ook.